komende tijd zijn we bij iedere voorronde van Kunstbende. Dus je kan alle filmpjes en alle voorrondes bekijken op kunstbende.tv. Naast Jan Smeets, de grote man achter Pinkpop. Ik heb de eer een paar vragen te mogen stellen. De eerste vraag. U komt hier al 19 jaar, hoorde ik net van u. Wat vindt u zo belangrijk aan Kunstbende? Nou, dat is al 19 jaar geleden begonnen. Ik ben toen gevraagd als regiocoördinator. Dus wij doen de Kunstbende al 19 jaar in Limburg. Ze wilden dat toen dat gebeurde door bureau Pinkpop vanwege de laagdrempeligheid. Dus er mocht geen onderwijsinstelling zijn of wat dan ook. En ik vond dat direct wel een leuk idee. Dan hebt u misschien tips voor mensen die mee gaan doen aan Kunstbende en dingen die ze absoluut niet moeten doen? Nou, ik vind dat je moet altijd blijven brutaal blijven. Je moet van je eigen kracht uitgaan. Ik weet dat er nogal wat mensen best wel afbellen. He, echt mensen die last hebben van plankenkoorts. Yeah. En dan zeggen wij van bel nou joh, wij hebben echt wel professionals in huis die over die drempel heen kunnen. Je moet van je ex voor jezelf best wel weten, doe een keer voor ons. En dan kunnen wij je wel vertellen dat het liedje wat je hebt bedacht of het dansje wat je hebt bedacht, dat leuk is om te laten zien. En eigenlijk is dat ook zo. Kijk, al die mensen die hier optreden hebben toch een beetje een geldingsdrang. En die willen dat ergens laten zien. En vroeger was dat natuurlijk alleen maar thuis op een verjaardagsfeestje. Yeah. En nu hebben ze een echt podium en een echt theater met een echt goud. Dat is met echt licht en geluid. Dat scheelt. Ja, maakt het een stuk echter. Tuurlijk, en daar gaat het om. Het moet ook echt zijn. Dan moet ook het idee hebben van, ik ben ooit begonnen daar op die plek. En er was ook al goede entourage. Nogmaals, met goede techniek. Dat is heel belangrijk. Ja. En dingen die ze misschien niet moeten doen, beter niet? Nou, ik denk dat ik hoor mezelf af en toe wel praten en dan denk ik, wat ben ik onduidelijk? Mensen moeten vooral duidelijk zijn power en niet in een hoekje gaan zitten. Dan kom je niet over, want uiteindelijk zitten er toch 800 man in de zaal, dat is heel veel. Ja, hartelijk dank.